Nou, en wat kom je hier natuurlijk ook tegen in de bergen? Dat zijn de dames. En dit zijn volgens mij heren. Kijk, die hebben een mooie neuspiercing. En een mooie bel. Nou, deze heren die zijn wat een beetje bokkig, of hoe noem je dat? Want er stonden net jongens op het pad en die werden even met de bruut geweld het water ingebonjourd. Dus die laten niet met zich zollen. Ja, goedemiddag. Nou, de dames zijn gearriveerd. En die hebben net een hele horde jongens die daar zo aan de overkant in het water zijn. Die zijn uit pure narigheid zijn ze maar naar de overkant van het meer gezwommen. Want die stonden de dames even in de weg. Nou, de dames hebben even op subtiele wijze laten blijken van wie hier de baas is. Dus de mannen zijn met kleren al het water ingesprongen en naar de overkant gegaan. Dus even een waarschuwing. Ga ze niet in de weg lopen, want ze gaan gewoon door en er zitten er een paar bij die, die hebben ook horens en ja, die lieten in niet misverstaande bewegingen laten lieten ze blijken van joh, wegwezen. Dus ja, zo maak je nog eens wat mee op een berg.